Deze film is de derde in een serie van drie weblessen over de wetten van Kierhof. In het eerste filmpje vertel ik wat de wetten van Kirchhoff inhouden en gebruik ik ze ook om een zestal vergelijkingen af te leiden die je kunt gebruiken bij serie- en parallelschakelingen. En in de tweede webles gebruik ik deze wetten van Kierhof om een bepaald probleem op te lossen. En het is een relatief eenvoudig probleem. In deze webles ga ik een relatief ingewikkeld probleem proberen op te lossen met de wetten van Kirchhoff. En daarom ook dat het erg verstandig is om eerst de andere twee filmpjes te kijken voordat je dit filmpje gaat bekijken. Wat ga ik doen? Ik ga dadelijk een uh, schakeling bouwen met maar liefst drie lampjes: lampje 1, lampje 2 en lampje 3. En ik wil alle drie de lampjes laten branden op de juiste spanning en stroomsterkte. En die staan gegeven uh, bij de drie lampjes. Twee van de drie lampjes zijn ook nog eens LEDs. En dat wil zeggen dat ik dadelijk in mijn schakelschema al kan zien wat de stroomrichting is door beide LEDs. Wat is de opdracht? Wat is de vraag? Nou, ik ga dadelijk een schakelschema laten zien met drie lampjes en drie Oomse weerstanden. En de opdracht is om de waarde van die drie Oomse weerstanden te bepalen. Hoe ziet nu die schakeling eruit? Nou, die ziet er zo uit: dat is een niet-standaard schakeling. Echt een lastig ding, want het is zeker geen serie- of parallelschakeling en het is zelfs ook niet een uh, standaard gemengde schakeling. Het vervelende is dat ik hier dadelijk echt de wetten van Kirchhoff moet toepassen. Ik kan de zes afgeleide vergelijkingen maar heel weinig gebruiken hier. Eerst nog eventjes die twee wetten van Kirchhoff. Hoe zagen ze er ook weer uit? Je had een stroomwet van Kirchhoff waarbij je kijkt naar de knopen en je hebt een spanningswet van Kirchhoff waarbij je moet gaan kijken in een kring. Nou, terug naar de situatie. Ik heb hier de gegevens er nog even bij gezet van de drie lampjes. En ik ga nu eerst kijken naar de stroomsterkte. Kan ik in uh, dit schakelschema in elke tak de stroomsterkte bepalen? En dat kan door gebruik te maken van uh, de stroomwet van Kirchhoff. Ik uh, ga op knooppunten kijken en ik ga bij elk knooppunt uh, ga ik na of er evenveel stroom het knooppunt ingaat als dat eruit gaat. Ik ga eerst even de gegevens een plekje geven, want ik weet uh, de grootte van de stroom uh, door L1. Ik weet ook de richting van de stroom door L1, want L1 zit rechtstreeks vast aan de batterij, aan de minkant van de batterij. Dus ik weet uh, zeker dat de stroomrichting uh, zo goed is. In L2 weet ik ook de stroomsterkte en omdat L2 een led is, weet ik ook de richting. En die heb ik aangegeven hier ook met een pijltje. Hetzelfde geldt voor L3, stroomsterkte van 1 ampère en de richting is ook bekend. Nu ga ik op zoek naar een knooppunt waarbij ik twee van de drie stroomsterkten weet. En als je nu goed kijkt dan zul je zien dat er eigenlijk maar één knooppunt is waar dat op dit moment geldt. En dat is dit knooppunt. Bij dit knooppunt weet ik namelijk eh, beide uitgaande stromen. Die zijn een half ampère en 1 ampère groot. Dus ik weet dat de stroom die vanaf weerstand 4 komt een grootte moet hebben van 1,5 ampère. En nu ik die waarde weet, kan ik op zoek naar een ander knooppunt. En dat is dit knooppunt, want van dit knooppunt weet ik ook twee van de drie stromen. Uh, hoe komt dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat ik uh, de stroomsterkte door lampje 1 weet. En uh, tussen lampje 1 en mijn rode knooppunt zit geen splitsing er zit wel een batterij maar uh, er zit geen uh, extra tak dus ik weet dat hier de stroomsterkte ook 2 ampère moet zijn. En dan gaat 1,5 ampère van die 2 ampère door weerstand 4 en dan hou ik nog een halve ampère over die door weerstand 5 gaat. Nu heb ik genoeg informatie om in dit knooppunt te kijken want uh, de stroomsterkte door weerstand 5 weet ik, die is een halve ampère van weerstand van lampje 2 sorry komt er ook een halve ampère aan. Dus er gaat in totaal een stroom van 1 ampère door weerstand 6. Nou, je kunt nog controleren of je alles goed hebt gedaan. Want ik heb nog een knooppunt. En dat is uh, dit knooppunt. En als je kijkt dan zie je dat er van boven vanuit weerstand 6 een stroomsterkte van 1 ampère aankomt. Er komt van lampje 3 een stroomsterkte van 1 ampère aan. En door lampje 2 gaat een stroomsterkte van 2 ampère. Dus dat klopt. Ik heb dus uh, door gebruik te maken van de stroomwet van Kirchhoff alle stroomsterkte in mijn schakelschema kunnen achterhalen. Hoe zit het nu met de spanningen? Nou, die kan ik ook een plekje geven, want die weet ik natuurlijk ook. En dit is de spanningswet van Kirchhoff en ik weet de spanning over lampje 1, ik weet de spanning over lampje 2 en de spanning over lampje 3. Wat je gaat doen bij de spanningswet van Kirchhoff is kringen maken. En wat moet er gelden in een kring? Dan moet gelden dat er evenveel eh, spanning ingaat, eigenlijk, wordt gegeven, als dat er spanning verloren gaat. En de eerste kring is een vrij eenvoudige kring, want daar zit de batterij eh, ook in, en de batterij die levert de spanning van 6 volt. En dit is de kring die ik ga als eerste ga bekijken. En die 6 volt die de batterij levert, moet dus worden afgegeven aan weerstand 4, lampje 3 en lampje 1. En wat is het geval? Uh, van beide lampjes weet ik hoe groot de spanning is. Die zijn 1,5 en 2,5 volt. En dan hou ik dus nog 2 volt over voor weerstand 4. Dus ik weet de spanning die staat over weerstand 4. Nu gaan we uh, de tweede weerstand bekijken. En nu zie je al dat de, uh, ik kan niet meteen uh, de grote kring maken. Want dan zouden weerstand 5 en weerstand 5, 6 in die grote kring zitten. En die weet ik allebei nog niet. Dus uh, ik moet nu een andere kring zoeken. Je hebt daar meerdere opties. Ik ga de spanning over weerstand 6 bepalen. En dat ga ik doen aan de hand van deze kring. En dat is redelijk atypisch, want er zit geen batterij in. Maar uh, wat geldt er bij de spanningswet van Kirchhoff? Als ik uh, door een weerstand heen ga in de richting van de stroom, dan uh, neemt de spanning af. Maar ga ik tijdens het maken van mijn kringetje. Tegen de richting in door een weerstand of een lampje, dan komt er spanning bij. En ik ga hier het rondje maken. Ik begin bij L2, daarna ga ik door weerstand 6, en daarna ga ik tegen de richting heen uh, door L3 heen. En dan geldt eigenlijk de volgende vergelijking: dat de, de spanning die ik verlies door L2 plus de spanning die ik verlies door uh, weerstand 6 moeten samen even groot zijn als de spanning die ik win doordat ik tegen de stroom in door lampje 3 ga. En wat blijkt nu het geval te zijn? Twee van de drie weet ik al, want die twee lampjes zijn natuurlijk bekend. En dan krijg ik deze vergelijking. En daar komt uit dat de spanning over weerstand 6 een kwart volt is. Nu is er nog één weerstand die onbekend is, want dat is weerstand 5. Uh, nu kan ik wel ervoor kiezen om gewoon de, de grote uh, kring te maken. Want ik weet nu uh, twee van de drie spanningen in mijn kring. En ik weet ook de spanning van de batterij. En dan krijg ik deze vergelijking. Uh, de batterij geeft 6 volt. Die 6 volt moet ik in totaal ook tijdens mijn ronde door de kring afgeven. En dan komt uit dat er een spanning staat van 2,25 volt over weerstandje 5 heen. Nou, nu weet ik van elke weerstand uh, zowel de stroomsterkte als de spanning. En nu kan ik dus voor elke weerstand ook uh, de weerstandwaarde uitrekenen. Dat doe ik hier niet, dat is, dat is vrij eenvoudig. Dat kun je nu zelf ook. Maar ik wil wel nog wijzen op een ander leuk iets. En dat heeft te maken met um, lampje 2. Die een led is en die dus in één richting de stroom doorlaat. Ik zou het ledje ook zo kunnen plaatsen. En wat blijkt dan uh, het geval te zijn. Uh, als ik mijn weerstanden R4, R5 en R6 goed kies. Kan ik ook dit laten werken. Zo dat alle drie de lampen. Uh, werken op hun uh, specifieke spanning en met een specifieke stroom die er doorheen loopt. En dat is een leuke uh, extra vraag. Je mag zelf kijken of je eruit komt. Het is eigenlijk precies dezelfde manier werken als dat we net hebben gedaan. Uh, je maakt uh, kringetjes uh, met de spanningswet van Kirchhoff en je kijkt naar de knooppunten met de stroomwet van Kirchhoff. Succes!